Er is niks vervelender in Brawl Stars dan mensen die vals spelen tijdens minigames of een 1 versus 1. Bijvoorbeeld stiekem een andere gadget selecteren of stiekem dan toch iemand killen als ze niet mag. In ieder geval, vals spelen is schijt irritant. Maar ik dacht, ik ga dat een keertje doen, alleen dan undercover. Ik ga op mijn tweede account, ja niet iedereen kent mijn tweede account, sommigen wel, sommigen niet. Maar in ieder geval, ik ga proberen mensen te vinden die mij niet kennen op mijn tweede account. En dan ga ik een 1 versus 1 doen tegen diegene. Vervolgens ga ik keihard vals spelen. Bijvoorbeeld, ik zeg, ik ben Tik en ik gebruik de eerste gadget. Die eerste gadget is dat je 6 mijnen gooit. Is prima gadget, maar niet super goed. Die tweede is veel chiller dat je een schild om je heen krijgt. Dus ik zeg, is gadget en ik ga tweede selecteren. Dat is dan nog iets kleins, maar we kunnen bijvoorbeeld ook doen dat ik zeg, oh, je moet, we doen een 1 versus 1 Barley. Ga ik Edgar selecteren, spring gewoon met Edgar boven Barley. Ga ik uitwinnen met Edgar. En dat is natuurlijk super shit, maar ik ga volhouden daarna dat het gewoon eerlijk is gegaan en ik ga kijken of ik mensen op die manier helemaal kan laten reetje. Ik ben benieuwd. We gaan erachter komen. Het is eigenlijk heel irritant, maar ik vond het wel een grappig idee. En als jullie dat ook denken, doe dat duimpje omhoog. 5000 likes is denk ik te veel, maar het zou heel ziek zijn als dat weer een keertje gaat lukken. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en dan het belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je mij willen supporten in de Brawl Stars shop, dat kan natuurlijk door de code Bowser in te vullen. Wordt gewaardeerd als je dat doet en support je mij een klein beetje mee. Maar ik ga natuurlijk clubs joinen op zoek naar mensen die online zijn. De Klimroos... hier zijn wel veel mensen online. Oké, maar ja, ik weet niet. Misschien is het ook gewoon een school die dan nu net pauze heeft. Dat kan ook. Ah, ik ga gewoon joinen. Ik ga gewoon met een aantal clubs meedoen. En ik zie wel wat er terecht van gaat komen. Ik laat jullie sowieso de hoogtepunten zien. We hebben iemand. Ja hoor, Sven SK Pro. Die wil wel. Oké, ik ben benieuwd. Mocht hij trouwens wel doorhebben dat ik het ben, dan maakt het trouwens niet eens heel veel uit. Want dan kan ik nog steeds gaan vals spelen. Ja, dan kan het nog steeds heel irritant zijn. Lisanne wil ook. Ah, maar we hebben nu al Sven. Oké, we gaan eens vragen tegen Sven welke knokken die wil. Oké, we beginnen klein. Ik doe andere gadget. Tik 1 vs 1. Ik ga het vragen. Ik heb zo vaak vermoeden dat Sven niet doorheeft hoe de chatfunctie werkt. Want Sven die heeft hier in de club gezet. Ja, dat hij een 1 vs 1 wil. In teamfunctie heeft hij nog helemaal niets gezegd. En dit duurt echt al mega lang. Hij drukt nu op klaar. Nou, we gaan erachter komen. Zou die Tik zijn? Hij is search! Search! Oké, nee, dit gaat hem niet worden op deze manier. Zou die hier al zijn? Oké, Sven jongen, je moet wel een beetje gaan kijken naar wat er wordt gezegd. Ik vraag of je Tik wil zijn. Hij is nu aan het vals spelen. Ik wil vals spelen. Maar ik weet dat toch, ik weet dat toch. Nee, Sven die heeft het volgens mij niet helemaal door. Ik heb hem echt al verder veel kans gegeven. Lisanne of zo, die wou ook, dus die gaan we nu uitnodigen. Oké, kijk, hier hebben we al een uitnodiging. Oh, kijk, Lisanne heeft al iets door. Maar ik zeg gewoon nee. Oké, maar Brok, de goeie... Oké, ik zeg tweede sterrenkracht en eerste gadget. Dan ga ik andersom spelen, dat ga ik zeggen. Ja. Oké, Lisanne die heeft het al iets door. Dit is zo irritant. Ik ben ook echt benieuwd of mensen dan boos gaan worden. Kijk, dit is dan een beetje irritant, want dan heb ik gewoon de andere gadget en sterrenkracht. Maar het is pas irritant als echt iemand anders andere knoks gaat wezen. Eigenlijk wat Sven net deed bij mij. Daar komt het eigenlijk op neer. Oké, ik ben ready. Dan kunnen we gaan beginnen. Succes, Lisanne. Ik heb achterkant zeer klein dat je gaat winnen, want deze gadget is echt ziek overpowered en doet mega veel damage. Dit is echt niet eerlijk. Dit is totaal niet eerlijk. Oké, maar we gaan er het beste van maken. Lisanne, we gaan gewoon meteen aanvallen. We kunnen hier even meteen een bom neerzetten. Ja, Lisanne is al boos. Lisanne is al... Oh, no! Lisanne heeft het ongepakt ook nog. Dat is wel ziek. GG's. Ik ga gewoon zeggen GG. Oké, dat is wel heel nice. Oké, ik vals spelen en dan verlies ik zelfs met vals spelen. wat zullen we nu doen? Wat is een leuke? Nita, we gaan Nita wezen. Ik zei Star Power zelf kiezen, dus dat is met Nita. Nou ja, dan heb je Hyper Bear of met Shield. Die is allebei op zich wel goed, maar en vooral om die gadget. Ik heb gezegd tweede gadget, dan heb je Shield. Maar die eerste gadget is veel chiller en ga je veel makkelijker die andere Nita killen. Dus ik ben benieuwd. Ja, we doen gadget 2. En dan heb ik de eerste gadget. Dit is zo irritant. Oké, het vals spelen vind ik eigenlijk nu al leuk. Maar dit doe ik trouwens ook. Ja, misschien trouwens dat ik dit vaker ga doen. Oké, we doen nu Nita. Zo meteen doen we ook nog met de andere knokken. En dan ben ik benieuwd of Lisanne echt boos gaat worden. Net was er al wel een klein boos gezichtje met Brok.
Maar omdat zeg maar vervolgens zij mij killde, viel het uiteindelijk wel weer mee. Want volgens mij dacht ze, ah ja, het maakt ook niet zoveel uit dat hij de andere gadget had. Maar ja, nu is het wel een ander verhaal. Oké, kunnen we alvast mijn super ophalen? In ieder geval een poging doen. Ik wil eigenlijk even zorgen dat ze doorheeft dat ik die andere sterrenkracht heb. Ja, dat wil ik eigenlijk hebben. Ja, dat ze denkt, oh nee, de andere gadget. Want sterrenkracht, dat maakt er dus niet zoveel uit. Oké, top. Ik moet wel uitkijken dat ik Lisanne niet ga killen voordat ik mijn super heb, want ik wil even mijn super krijgen. Lisanne, waar ben je? Oké, ja. Oké, nu moet Lisanne uitkijken, ik moet ook een beetje uitkijken. Maar ik ga nu zo meteen mijn beer gooien en dan ga ik Lisanne vastzetten. Dan ga ik Lisanne vastzetten. Hier, hoppatee, boom! Nu ben ik benieuwd of ze er iets van gaat zeggen. Nu ben ik benieuwd. Ik ben benieuwd. Oké, en als ze niet zo vast gaat zeggen, zal wel jammer zijn eigenlijk. Maar 100% dat ze door had, want ze zei daar van tevoren nog dat ze de eerste gadget wou. Oké, Lisanne heeft er niks van gezegd. Oké. Maar nu mag zij kiezen, maar ik ga toch helemaal geen Barley wezen. Ik ga met Edgar spelen en dan heb ik Barley zo gekild. Nu ben ik benieuwd. Oké, let's go. Dit is wel echt heel irritant, want Barley is totaal kansloos tegen Edgar. Echt totaal kansloos. Er wordt nog getypt trouwens, dus misschien dat er toch nog iets komt over de vorige keer. Want ik heb natuurlijk vals gespeeld, maar Lisanne heeft er nog niks over. Jij mag de sterrenkracht kiezen. Oh, ik zeg wel eerste, want het maakt me helemaal niks uit. Het maakt me helemaal niks uit. Ik ben toch geen Barley. Oké, let's go Lisanne. Dit is echt niet eerlijk. Ik ben benieuwd. Ze kan ook denken, dit is een foutje. Nee, ik ga zo meteen in de chat zeggen, jee, ik heb gewonnen. Dat ga ik doen. Ik ga nu eerst even uitwijken. En dan ga ik er nu op. Ja. Oh, dit is niet eerlijk. Joepie. Ik ga nu irritant doen. Ik heb gewonnen. Oké, niet eerlijk. Oké, nu ben ik benieuwd wat er gaat komen. Oké, Lisanne vindt het om eerlijk te zijn ook wel grappig. Oké, Lisanne, ik ga gewoon naar de volgende slachtoffer. Kijken of ik iemand nog kan laten racen. In principe vond ik de reactie van Lisanne best wel netjes. Gewoon, weet je, die eerste twee keer zag ze door de vingers. De derde keer, ja, toen vond ze het op zich toch wel grappig ook. Nu ben ik trouwens wel benieuwd wat er verder gaat komen. Maar we gaan zo meteen nog even één andere club joinen. Gaan we kijken of we daar nog mensen kunnen vinden. Sven, die snapt het niet echt. En Lisanne... ja, die reeds niet echt. Maar ik vond het wel grappig. Oké, ik laat het heel mysterieus. Ze wil nog zeker weten of ik Joram Bouws ben of niet. Misschien. Laat eens. Ze heeft al een idee. Oké, ik laat het nu in één grote mysterie achter. Op zich vond ik het wel grappig. Maar we gaan door naar de volgende. Gaan eens kijken of we nu iemand kunnen vinden die wel echt gaat racen. Dit was op zich net de reactie. Ik ga even op zoek naar een club met best wel wat mensen online. Anti-Bouws. Join, als Joran goed is, Joran, join deze club. Kom een keer 1 versus 1. Nou, dat is leuk. Ik ga gewoon joinen, maar dan ben ik benieuwd wie dan online is. Levi en Levi zijn online. Levi en Levi, willen jullie met mij vechten? Ik ga het eens vragen. Oké, dit is een beetje shit. Ik wil wel kunnen praten met mijn, zeg maar, tegenstanders. Ik ben nu met Levi. Maar, oké, ik heb gezegd in de club Barley 1 versus 1. Nu ben ik benieuwd of Levi voor Barley heeft gekozen. Nee, voor Lou. Oké. Nou, dan gaan we even een potje. Maar ik ga door naar de volgende, want in deze club gebeurt niet heel veel, om eerlijk te zijn. Oké, ik ga even wachten tot ik mijn super heb. Als ik mijn super heb, kan ik er bovenop springen. En dan is die Lou zo dood. Oké, tot nu toe gaat het vrij makkelijk. Sorry, Levi, maar dit was het al. Dit was jouw avontuur. Ja, Edgar is zo irritant. Zoveel knokkers worden dan in één keer verslagen door Edgar. Dat is niet normaal. Maar met Levi kan ik niet praten, dus ik ga even door naar de volgende club. Oké, ik zit nu in een club. Oh, we zijn al met iemand. SK Ramjane. Oké. Die heeft 35.000 trofeeën. Ik ga eens vragen. 1 versus 1. 1 versus 1. Dan ben ik benieuwd. Ik ben benieuwd. Oh, 35.000 trofeeën. Eens kijken of Ramjane. Oké, ik zal Barley. En dan vervolgens ga ik met NKB's en dan ga ik heel blij doen daarna. Ik ga nu gewoon niet wachten. Gewoon meteen volop erin. Meteen super erg vals spelen. Oké. Eerste Star Power, tweede Gadget. Oké, ik zeg maar wat. Mij boeit het helemaal niks. Maar weet je, dan denkt hij dat het eerlijk gaat. En dan gaan we gewoon op die manier spelen.
Oh, dit is echt lullig. Dit is echt lullig. Oké, okay, maar we gaan gewoon kijken. We gaan gewoon kijken. SK Ram. Ja. Oké, okay, hij is nog aan het typen. Ik denk dat hij is goed. Oké, okay, ik denk dat hij het prima vindt. Hij verwacht sowieso niet dat ik Edgar ga wezen. Het enige nadeel met Edgar is dat je even je super moet opladen. Maar ja, met je gadget gaat dat natuurlijk ook vrij snel. Hij denkt nu al, god, waarom ben je geen Barley? Waarom ben je geen Barley? Oké, okay, sowieso dat hij boos gaat worden. Dat kan haast niet. Hij is nu al boos. Hij is nu al boos. Hij is nu al boos. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Oké, okay, come on, come on, come on, come on, come on. Easy. Oké, okay, ik ga nu zeggen easy en kijken hoe die gaat reageren. Easy. Oké, okay, we gaan nu tik. We gaan nu tik. Ik heb gewoon gezegd, oké, okay, nu wel even serieus. Want net, hij vond het niet eens zo heel grappig. Hij zat wel een beetje tegen irritatie aan. Maar nu doen we tik, dan zeg ik zeg maar... Tweede sterrenkracht, eerste gadget. Dan zeg ik dat. Je bent niet de echte Joran toch? Ah, waarom kent hij nog mij? Ik moet eigenlijk een andere undercover account maken die nog slechter is als deze. Oké, okay, maar Ramjane die heeft dus nu tik met de tweede sterrenkracht en de eerste gadget. Ik heb het andersom, want die tweede gadget en die eerste sterrenkracht vind ik beter. Dus ik heb nu grotere kans om te winnen. Eens kijken of Ramjane daar zagrijnig van wordt. Kijk, ik ben nu geen andere knokker, maar ik heb toch vals gespeeld. Speelt in zeg maar welke gadget en sterrenkracht ik neem. Ja. Maar ja, omdat ze een soort van weten dat ik zeg maar Joran ben. Misschien worden ze dan ook minder snel boos. Dat zou natuurlijk kunnen. Oké, okay, dat was even één hit. Kan ik nog een hit doen? Nee, dat nog niet. Oké, okay, maar zometeen als we in een volop duel zitten. Dan ga ik wel eventjes mijn gadget inzetten. Dan heeft hij het meteen door dat ik natuurlijk vals heb gespeeld. Dan heeft hij dat meteen door. Oké, okay, hier eventjes bommen neerleggen. Ja, dat is nice. Oké, okay, ja, hij heeft inderdaad die andere gadget. Maar die is minder goed, die is minder goed, jongen. Oké, okay, we gaan even hier deze openen. Ik wil natuurlijk wel even winnen. Hij heeft wel 35.000 trofee, dus het is wel een ervaren speler. Het is niet een speler waarvan je denkt, nou, die is heel slecht of zo. Maar ik heb tot nu toe nog niet mijn gadget of zo moeten inzetten. Oké, okay, hij heeft nu zijn grote bom. Ja, dit is top, dan heb ik een krachtpunt meer. Oké, okay, ik kan nu misschien aanvallen. Kan nu aanvallen? Oh, ik heb hem niet eens nodig gehad. Nou ja, één ding scheelt wel. Ik krijg sneller AP erbij door die sterrenkracht. Dat zie je niet echt. Maar ik heb nu wel gewonnen door een klein beetje vals te spelen. Maar mijn gadget had ik uiteindelijk niet eens nodig. Nou, ik zou hem wel even netjes bedanken. Thanks voor het spelen, Ramjane. Wel goed gedaan, goed gespeeld. En die eerste was wel echt heel lullig. Maar ik heb niet echt mensen boos gemaakt. Maar dat komt denk ik ook omdat ze weten dat of zo. Of dat ze in hun hoofd denken, oh, misschien is Joran het. Ik moet eigenlijk iemand hebben dat die zeker weet dat, ja, dat die denkt dat ik het niet ben. Maar de club gaat wel lekker. Ja, oké. We doen nog... Nou, ik weet niet. Ik denk dat ik het op een andere manier moet doen dan hoe ik het nu doe. Echt mensen boos maken doe ik niet, maar zagrijnig worden ze misschien wel. Misschien achter het beeldscherm dat ze wel boos worden. Ja, ik heb geen idee. Maar weet je wat? Ik ben het best geweest. Ik vond het leuk om te doen. Als jullie het ook leuk vonden, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En mocht je andere ideeën hebben voor undercover video's, laat ze even weten beneden achter in de reacties. Maar dan heb ik tenslotte nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!